Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe vlog van Shopping Center Overvecht. Vandaag gaan we de laatste tasjes uitdelen aan de nieuwe bewoners van het laatste opgeleverde complex hier aan de overkant. Ik ga de stagiaires meenemen en hopelijk kunnen we wat leuke reacties filmen van de nieuwe bewoners. Zoals jullie achter mij kunnen zien is Sinterklaas ook weer aangekomen in het Shopping Center. En binnenkort is het natuurlijk alweer zover. Dan komt hij het land in en dat gaan we allemaal volgen. Dus hou dit kanaal in de gaten en dan ga ik alles met jullie delen. Tot zometeen. Oké, de meiden gaan nu even laten zien wat er allemaal in de tasjes zit. Nou, als eerste een CNA shopping tas. Nice. En een Ethos samengestelde dingen, pakketje. Pakketje. En een cadeautje van Ethos. Wauw. Ja. Yeah. En een cadeautje van Lucardi. En een zak snoep van Hema. En allemaal brochures van verschillende winkels. Oké, we zijn dus nu onderweg naar het laatst opgeleverde complex hier naast Shopping Center Overvecht. En we gaan de nieuwe bewoners blij maken met een leuk gevulde tas vanuit het Shopping Center hier in Overvecht. En natuurlijk is dat vanuit de ondernemers. We hebben net gezien wat er allemaal in de tasjes zit. Dus we gaan nu langs het complex. En hopelijk kan iemand open doen en dan kunnen wij de tasjes gaan afleveren. Tot zo jongens! Zoals jullie achter mij kunnen zien is er ook alweer hele mooie buitenverlichting geplaatst. Natuurlijk in het thema van de wintermaanden. Ik zal jullie even kort laten zien. Gelukkig zijn we binnengekomen in het laatste complex en we zullen dus nu de tasjes gaan ophangen bij de deur. En voor de mensen die thuis zijn, gaan we het persoonlijk afgeven. Hopelijk kunnen ze nog een leuke reactie geven en dan zal ik die allemaal met jullie gaan delen. We zijn nu aangekomen op de tweede verdieping van het laatste complex. En zoals jullie achter mij kunnen zien, ziet het er echt prachtig uit. Het is echt heel rustgevend en een hele mooie ruimte. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dit is vanuit het Shopping Center hier aan de overkant. Vanuit de ondernemers willen we de nieuwe bewoners een welkomstcadeautje geven. Ja, super fijn, leuk. Welkom. Zeker. Hoe bevalt het hier om te wonen? Ja, zeker. Heel goed. Ja, het is lekker comfortabel allemaal. Dus mooi nieuw gebouw, mooie wijk. Shopping center om de hoek, dus dat is top. Zeker, ja, het zou wel leuk zijn als je natuurlijk ook komt shoppen bij het shopping center. Ja, we doen er wel boodschappen inderdaad, dus we kijk komen eens. Af en toe wel langs. Ja. Nou, veel plezier ermee en dankjewel. Fijne dag verder. Jo, van hetzelfde. Jo. Nou, namens het shopping center Overvecht willen we jullie een welkomstcadeau geven met wat leuke dingetjes erin van de ondernemers. Yes, dankjewel. Alsjeblieft. Bevalt het goed om hier te wonen? Ja, zeker. Het is echt fijn dat alles gewoon... Nou ja, twee stappen buiten de deur is. Dan zie ik mensen toch wel eens af en toe flink of gorilla's te bestellen. En dan denk ik, nou, dat is helemaal niet nodig, want ik ben hier zo. Ja, precies. Dus dat is erg handig. Nou, heel leuk. Dus, en is het al helemaal klaar bij jou binnen? Of? Er hangt nog niks aan de muren, maar alle meubels staan er wel. Nou, kijk eens. Dat is al iets van 90%. Ja, dat komt vanzelf al. En doe je zelf ook al boodschappen bij het Shopping Center? Of? Ja, bij de Appie of bij de Lidl wat vaak staat eigenlijk. Oh, ja. Nou, helemaal goed. En nog even, de Hema is altijd favoriet om gewoon even doorheen te lopen. En met Halloween, de solo, heb ik heel veel dingetjes gehaald. Hangt hier nog een beetje boven. Ik zag het, ja. Nee, ik had daar ook wat leuke spulletjes gehaald. Dus hopelijk heb je een leuk Halloween gehad. Ja, zeker. Nou. Dus dan allemaal mooi versierd. Fijn om te horen. Hoe was je verkleed? Als een zombie bride. Wauw, okay. Met lekker bloed overal en zo. Dus bijna alles heb ik hier bij het shopping center gehaald. Qua benodigdheden. Dus. Superleuk om te horen. Ja. Nou, in ieder geval heel veel plezier met de cadeautjes en een hele fijne dag verder. Dankjewel. Doeg. Nou, willen we vanuit het Shopping Center in Overvecht willen we van harte welkom heten in het nieuwe complex? Het valt nu toe heel goed. Mooi. Het is een mooi nieuw complex, maar ook
klinkt wel erg misschien nep om het nu te zeggen, maar heel fijn dat dicht bij het winkelcentrum is dat we direct alles kunnen halen als iets nodig hebben. Dat is goed om te horen. Want welke winkels ga je vooral een beetje in? Nou ja, het vaakst denk ik toch wel de Albert Heijn gewoon om eigen boodschappen te doen. Ja. Maar toch ook, ja, het was heel fijn om een Blok en een Karwei in de buurt ook te hebben bij de verhuizen natuurlijk. Om dan gewoon wat nieuwe spullen te halen bijvoorbeeld. Daar zijn we vaak te vinden. Ook Kippie halen we toch wel vaak wat. Kijk eens. En ik denk het meest dat we bij Volendam zijn, de viswinkel. Ja. Oh, de viswinkel, ja, die is ook natuurlijk hartstikke goed, hè? Ben ik persoonlijk ook mee eens. En is de woning al helemaal af? Ja, de woning is helemaal af. Dus ook de inrichting is nu zo goed als af. Er moeten nog een klein paar dingen zijn worden gedaan. Ook nog af en toe een beetje klus en wat spijkers erin slaan. Maar verder is alles nu af. Nou, helemaal mooi om te horen. Nou, we wensen je een hele fijne woontijd hier. En wij gaan er weer vandoor. Ja. Hartstikke bedankt. Succes verder. Jo, dankjewel. Hoi. Hey, dankjewel. Nee. Dankjewel. Alsjeblieft. Of moet ik nou nog een keer opnieuw? Nee hoor, dat was goed. Later. Ook is de nieuwe versiering geplaatst en het ziet er weer prachtig uit in het shoppingcenter. Komende tijd zal ik jullie alles laten zien, dus maak je niet druk. Maar kom vooral zelf kijken, want in het echt is het natuurlijk veel en veel mooier. Ik wil iedereen weer bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik zie jullie volgende week gewoon weer terug bij een nieuwe video. En vergeet niet te liken en te abonneren. En tot later!